Kijk eens jongens, geweldige start van de dag. Vandaag film over een rig die ik graag inzet. Want ja, hou je van veel vangen, maar niet van onderlijnen knopen, dan heb ik vandaag wel een paar goede tips. En deze rakker die ging er als een speer vandoor. En het is niet de enige. Nou, kijk eens even, wat een mooi prehistorische schub. Ik denk dat ik deze vroeger als klein jochie ook al wel heb gevangen. Maar ja, nu op de multirig 2.0 ging die als een speer er vandoor. En ja, echt geneeld. Dus ik zal jullie vandaag stap voor stap meenemen in hoe jij deze effectieve rig ook kan inzetten. Nou, ik mag heel graag even korte ochtendjes vissen en dan is er natuurlijk geen tijd te verliezen. Je wil zeker niet die tijd verdoen met het knopen van onderlijnen. Dus het werd tijd om een rig te maken waarbij ik in no time de haak kan verwisselen. Want we hebben geweldige nieuwe haken. Ik ben fan van die Super Snatch, maar doordat je echt kiest voor scherp, betekent het ook dat je iets vaker een haak moet vervangen. Ja, die multirig kwam toen in ons op van dat is eigenlijk wel de rig waarbij je super snel van haak kunt verwisselen. Nou ja, vanochtend sloeg deze rig gelijk weer perfect toe. Hè. Je twee mooie schubs gevangen, perfect gehaakt. Maar alle gekheid op een stokje. Hier zie je de nieuwe multirig en zoals je ziet geen dubbel vertrek uit het haakoog. De traditionele multirig die kennen we natuurlijk allemaal. Vrij lange lus, waardoor die dus dubbel uit het haakoog vertrekt. Vind ik zelf net even wat minder subtiel. Ik vind je gaat heel veel bewegingsvrijheid van je haak belemmeren. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil een rig hebben die er subtiel uitziet en die vooral ook de draaiende eigenschappen behoudt om die vis goed te kunnen prikken. Het voordeel van die multirig is natuurlijk wel dat haak verwisselen. Dat is super, dat je binnen no time een haak kunt wisselen en je weer door kunt vissen. Het onderstuk van je rig kun je gewoon behouden. Je doet er een nieuwe haak aan en je bent weer ready to go. Dus ja, vandaar kwam ook het idee om een multirig 2.0 te maken. Een lus die zo klein is dat die als het ware wel enkel uit het haakoog vertrekt, maar je wel de snelheid kunt gebruiken van het haken verwisselen. Heb je dan die scherpe haken nodig? Ja, mijn antwoord is 100% ja. Ik heb te veel voorbeelden waarbij ik een paar piepen krijg, je een keer een tikkie op de top ziet, maar je geen doorlopende run krijgt. En dat is met deze nieuwe haken echt wel passé. Je ziet nu gewoon dat je gewoon al die vissen perfect haakt, want je kunt nou, praktisch de haak niet optillen met het lood eraan en de haakpunt in je vinger. Dan voel je wel hoe snel dit penetreert. Je kan je natuurlijk dan zeker ook voorstellen dat je die vissen beter gaat prikken. Ja, jullie kennen me, ik ben wat lang van stof, dus ik ga nu weer terug naar de rig. Terug naar die multirig zoals wij hem hebben bedacht. Want ja, we doen dat niet alleen hè. Koen, Martijn en ik zitten heel vaak over de technische facetten binnen onze hobby te brainstormen. Omdat we vinden dat je het gewoon ja, moet kunnen evolueren. Je moet kijken of je je aanpak kunt verbeteren. En daar zijn wij altijd mee bezig. En ik ga jullie nu meenemen stap voor stap in hoe ik deze rig maak. Laat ik beginnen met de componenten die ik gebruik. Ik pak natuurlijk de Tungstaflex. Ik ben groot fan van de 30 pons. Net even iets meer bij te zetten. En natuurlijk mocht je werpen heeft dat als voordeel dat het wat minder snel in de war gaat. Ik pak de QC Heavy Sinker en de nieuwe kikker. Nou, dat zal je misschien best verbazen, want normaal gesproken ben ik echt een fervent gebruiker van de Lineliner. Nog steeds. Maar in geval van een multirig heb je wat meer ruimte nodig. Want je hebt nog wel een knoop die weggewerkt moet worden. En die Lineliner zou je zo dun van binnen qua boring, dat die knoop daar niet doorheen gaat. Ja, het zou in theorie kunnen, maar dan ga je hem helemaal oprullen en dat wil je niet. Dus dat is uiteindelijk ook de geboorte geweest van die kikker. Ja, en die kikker is natuurlijk ook perfect toepasbaar op haken als de Strongbow, maar ook de S-Type. Dat zijn toch types met een wat langere steel en dan wil je die haak niet zoveel verlengen, want dan gaan ze veel te agressief prikken. En te agressief prikken betekent dat je overal in de bek haakt en dat wil je gewoon niet. Dus nog een voordeel waarom wij een kikker hebben gemaakt. Ja, en dan kun je natuurlijk denken, kikkers zijn er natuurlijk al decennia. Klopt ook. Wat wij alleen heel belangrijk vinden is dat die kikker subtiel dun oogt, hè, dat hij naar een dunne boring toe werkt en dat hij voldoende stijfheid bezit, want die stijfheid is cruciaal. En zeker ook als je deze variant pakt, de multirig, want je wil natuurlijk niet dat bij elke aanbeet die kikker er helemaal afschuift en die haak alle kanten op gaat, dat wil je niet. Dus een kikker die goed afsluit is daarbij essentieel en de stijfheid bevordert natuurlijk die inhaking. Ja, even weer terug naar de componenten. Naast de Tungstaflex QC Heavy Sinker de Super Snatch, in dit geval de maat 4. Je ziet ook dat ik een weight screw toepas.
ben ik ook groot voorstander van, vooral met het vissen van zo'n snowman. Hè. Staat uiterst mooi rechtop, voldoende contragewicht. Een rigring 3,2 mm, daar ga ik zo nog iets meer over vertellen. Je wil gewoon die rigring vrij laten schuiven over je D, die als het ware door je multirig wordt gecreëerd. En dat zorgt er ook weer voor dat je haak heel natuurlijk kan bewegen en uiteindelijk die haak beter prikt. We sluiten hem af met een anti-tangle sleeve, in dit geval tungsten. Waarom? Ik hou ervan als alles goed pin-down op de bodem ligt. Het is een uiterst simpele rig om te knopen, dus ik neem jullie even mee hoe ik dat doe. Ik trek even de kikker ervan af. Wat ik heb gedaan, ik heb een lus gemaakt van 2,5 cm. 2,5 cm is precies de lengte die je nodig hebt voor een Super Snatch Mark 4. Ga je kleiner, dan krijg je hem er niet meer makkelijk over, kun je niet snel van haak verwisselen. Maak je hem te lang, krijg je weer die lelijke knoop op je onderlijn, dat wil je natuurlijk niet. Ik laat jullie even zien hoe ik dat doe. Ja, die haak die bevestig ik dus als het ware lus in lus. Dus deze lus die ik hier heb, is 2,5 cm zoals ik net zei. Nou, die doe je dus heel eenvoudig door de voorkant van het oog heen steken. Heb je hem er dan door? Zoals hier het geval is, pak ik een los haakje. Dus ik heb van tevoren allemaal losse haakjes geknoopt. Verschillende lengtes, kun je heel snel variëren qua haakhaas. Daar zit een rigring aan, 3,2 mm. Die schuif ik ook over die loop. En vervolgens ga ik die lus over de haak heen brengen en zit de haak gewoon vast, lus in lus. Super sterke verbinding. Nou, dat gaat mega eenvoudig zoals je ziet. En je bent eigenlijk al klaar. Kikkertje erop schuiven en je kunt weer heel snel verwisselen. Ik geef je nog een paar adviezen mee hoe je deze rig thuis heel snel kunt maken. Ik knip gewoon mijn tungsten flex af en je stript precies 11 centimeter. 11 centimeter is voldoende om een centimeter of 3 boven het vertrek van de kikker nog steeds ongekoot te houden. Zodat die mooi soepel kan blijven bewegen. De lus knoop ik op 2,5 centimeter. En dan zou je denken, ook, hoe kom ik nou precies op 2,5 centimeter? Ook dat is niet ingewikkeld. Je maakt gewoon de knoop op 4,5 centimeter. Als je daar een 8 knoopje legt, gewoon het bekende 8 knoopje die jullie vast kunnen leggen, heb je altijd een lus van 2,5 centimeter. Nou, wil je een maat 6 en moet die lus kleiner, kun je natuurlijk verhoudingsgewijs de lus wat kleiner maken, zodat die en snel verwisselbaar is, maar nog wel steeds subtiel ogend. Ja, voor mij is de Multirig 2.0 een absolute winnaar. Niet meer weg te denken uit mijn tacklebox. Ik vind het zo fijn om snel van haak te kunnen verwisselen, zelfs van haak type. Ja, dat geeft me zoveel meer tijd om lekker met vissen bezig te zijn in plaats van met onderlijnen knopen. Ik zou zeggen, pas hem eens toe en ik weet zeker dat jij ook een fervent gebruiker gaat worden van de Multirig 2.0.